gaat over de hele breedte, dan gaat een bedrijf gewoon onderuit. Ik sprak jou een tijd geleden op CVD-TV en toen was je werkzaam binnen Blue Circle. Daar ben je niet meer werkzaam, hè? Nee, daar ben ik niet meer werkzaam. Ik heb daar in 2018 afscheid genomen. En we hebben daar fantastische ritten, leuke ritten gehad bij Fremantle, want uiteindelijk is Blue Circle een onderdeel van Fremantle. Ja. En daar het bureau Tony Wright mogen neerzetten onder die vlag. Maar uiteindelijk hadden we een andere koers en een ander inzicht van hoe je naar de wereld kan kijken. Fantastische tijd gehad. Uiteindelijk is dat prachtig geïntegreerd in Fremantle. En toen ben ik wat nieuws gestart. Eigenlijk gedacht van wat is mijn eikpunt nu en waar wil ik naartoe? Nou, vertel eens. Nou, wij op dat moment ontmoet ik ook mijn partner nu in Globitas, Martijn van Scherpenzeel. Hij is al heel wat jaren eigenlijk serial entrepreneur op verschillende vlakken, met Visa Green Card. Hij is ooit oprichter van Oxio geweest. En wij zeiden tegen elkaar van, we kenden elkaar al wat langer. En we zeiden van, maar wat is nou een irritatiepunt, zeg maar, die je eigenlijk hebt? Dus we hadden een leuk start-up idee. Maar vooral het belangrijkste wat ik gezien had in de periode dat ik werkzaam was in de media-industrie, is dat ik dacht, ja, er zijn echt zoveel bedrijven die willen innoveren, maar in de kern wil eigenlijk niemand veranderen. Daar heeft eigenlijk helemaal niemand echt zin in. En wat ik ook zag is dat er vaak zoveel lagen in zitten met iedereen eigen belangen, niet goed of fout. Maar het zou mooi zijn als we dat zelf konden gaan doen. Daarnaast waren er een aantal markten waar wij specifiek naar hebben gekeken, waarin we zeiden, hey, dat is interessant, die zijn eigenlijk nog niet geïnnoveerd of gedigitaliseerd. En valt eigenlijk een waarde te ontlokken waar we iets mee kunnen. En bij toeval, op dat moment starten wij, was een van de markten was groen. Groenproducten, bollen, zaden, planten, eigenlijk fantastische industrie waar we allemaal nog naar het tuincentrum lopen, terwijl we allemaal verstedelijken, geen auto's meer hebben. Of minder. En toen dachten we van, joh, dat is een hele gave industrie. Want één, fulfillment op groen is super lastig. Want het groeit, het is een levend product. Dus dat is niet zo makkelijk. En de marges zijn hoog. En bij toeval stuitten wij toen op het faillissement van Bakker Hillegom. En dat was de grootste postorderbedrijf in Europa. Mm-hmm. Die eigenlijk boekjes verstuurde. Eigenlijk echt met een sheepsteek eromheen naar een consument. Maar het mooie was eigenlijk wat we daar zagen is, en dat is eigenlijk wat we elke keer proberen te doen, is te kijken hoe zit die keten in elkaar, welke values kunnen we daar ontlokken, hoe kijken wij naar een businessmodel en een balans. En wat is onze downside protection in een deal? Want uiteindelijk als je iets gaat doen wat een ander niet gelukt is, ga ik niet vertellen dat ik dat nou per se, of Martijn, of wie dan ook met ons samenwerkt, het wel zou kunnen. Maar wat doe je dan concreet? Je bedoel, je investeert, stapt in, of wat maakt het concreet? Uiteindelijk hebben we gezegd van, joh, we hebben gekeken van, hoe kunnen we dit business wel veranderen? Hoe zit het bedrijf in elkaar? Mm-hmm. En je zag eigenlijk een aantal dingen. De hele value chain hadden zijn gekraakt. Dus ze kochten bij een grower en leverden aan een eindconsument in 16 landen. Mm-hmm. Met hoge marges. Ze hadden 40.000 vierkante meter warehouse in Lissen. Waardoor je eigenlijk groen fulfillment aan een eindconsument kon doen. Dat is al een businessmodel aan zich. En we zagen dat technologie en e-com niet in het hart van deze organisatie ooit had gezeten. Want het was een 70 jaar familiebedrijf. We zagen potentie eigenlijk om het businessmodel. Dus aan de ene kant zag je technologie en e-com zat niet in het hart. Hè, dus een eigen platform hadden ze wel. Maar dat kocht ze vooral op CEO of CA heel erg in. Ja. Op marketplaces was er eigenlijk geen groen. Amazon Green was toen net gestart. 2 jaar geleden. Het groen fulfillment, dus het versturen van eigenlijk dat soort producten naar een eindconsument. En aan de andere kant had je nog steeds een database van oudere mensen die eigenlijk die boekjes kregen die boekjes en die gingen gewoon bestellen. Hè? Dus de bellen en heel veel bellen en papiertjes invullen. En toen dachten we, als we dat kunnen laten zakken en je hebt tijd om modellen te bouwen. Het is een soort pressure cooker waarin je dan op dat moment bezig bent. En dan moet je eigenlijk het snelste en de beste deal op tafel leggen, maar de belangen zijn groot, want vaak zitten banken erin en iedereen heeft pandrechten erop. Dus toen hebben we gekeken wat is eigenlijk de downside eigenlijk in onze investment. En dat zat veel onroerend goed in. Dus dat gaf een mooie basis eigenlijk van binnen dat bedrijf, zodat we ook eigenlijk op die waarde werkkapitaal konden financieren om het opnieuw op te starten. En is dat gelukt? Ja, dat is gelukt. We hebben toen 60 man meegenomen. Eigenlijk super tof, was super hands-on. Ik weet nog dat we daar toen liepen toen het gebeurd was.
dat we daardoor 40.000 vierkante meter warehouse liepen en dat ik tegen Martijn zei, wat, hoezo was dit ook weer een goed idee? Het is zo groot, weet je wel. En ik had dat ook nog nooit gedaan, weet je wel. Dus het was letterlijk ook het Pippi Langkous principe van, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. En toen zijn we gewoon gaan starten. En we hadden een droom, we hadden een duidelijk businessmodel. We moesten eigenlijk talent vanuit Amsterdam natuurlijk daarin krijgen, want het hele e-com team was weg. Dus toen hebben we alle ruimtes opengetrokken, plafonds eruit, groen erin, hout tegen de muur en zijn we weer gaan starten. En, is de familie aan boord gebleven? Nee, die zijn eruit gestapt. Okay. Dus uiteindelijk hebben we dat af en toe gedaan met een Engelse private equity partij die ons mede gefinancierd heeft. En uiteindelijk, zeg maar, hebben we dat 8 maanden later, toen er ook wel, je zag toch dat het moeilijker was. Hè? Dus iets wat je doet in postorde, dus heel veel boekjes versturen, orders binnenkrijgen, posities kopen bij de grower, alles binnenkrijgen en dan pakketjes eruit. Hè? 50.000 pakketjes per dag gingen er hoogtijdagen uit. Het bedrijf ging op 100 miljoen kapot. Is toch anders dan dat je hier bestelt en dan eigenlijk binnen 3 dagen moet je het bij een consument hebben. Ja, dat was een moeilijke platform. Er zat veel legacy in de IT-ecosysteem, want dat zie je ook vaak. Geen standaardisatie overal, tools, totdat we niet meer weten waar het eigenlijk zit. Dus we moesten allemaal eigenlijk vanaf scratch doen. Dus je zag dat er uiteindelijk na 8 maanden echt nog wel heel veel extra in moest. En dan dachten we, ja, dat is voor ons ook een hele kluif. Dus uiteindelijk hebben we daarin de samenwerking en een groot deel verkocht aan de oud-eigenaar van Weekamp, die het nu fantastisch doet. Wat vind je van de kritiek, hè? Veel mensen zeggen, joh, private equity maakt bedrijven kapot, hè? Want het worden gewoon spreadsheets. En het worden gewoon, weet je, HEMA nu natuurlijk ook een hele discussie. Ik kan me voorstellen dat er best wel mensen zeggen, joh, het was ooit een familiebedrijf en dat was mooi. En nu is het gewoon naar de ratsmedee geholpen. Ik zeg het even heel zwart-wit, hè? Maar wat vind je van die ontwikkeling? Ik denk dat je een duidelijk verschil hebt. Kijk, toen wij in deze wereld een beetje begonnen te bewegen, is dat wij ons heel erg richten op eigenlijk bedrijven met een crash. Dus wij zeiden, we willen eigenlijk bedrijven zoeken die een oplosbaar probleem hebben. Waar onderliggende values in zitten die eigenlijk vanuit een andere situatie naar kijkend kunnen ontlokken. Mm-hmm. Als er dan ook nog goede assets in zit op de balans, en dan heb je iets moois te pakken. Dat is wat anders dan dat je in de private equity zit en dat je zegt van, joh, maar ik koop bedrijven met 1,5 miljoen EBITDA, dat druk ik omhoog naar hogere EBITDA en hoop ik dat ik een hogere multiple kan krijgen. En dan heb je hele portfolio's. Wij zijn zelf ondernemend van achtergrond, waarin we zeggen, ja, we hebben echt iets te bieden. Dus wij komen ook niet op ons schimpjes komen binnen en zeggen we, joh, wij hebben erover nagedacht en wij willen dat samen met het management willen we het gaan doen. En dan is het ook echt veel tijd die we erin steken. En dat is toch wel anders dan dat je het op een spreadsheet zeg maar managt. Als je kijkt naar de komende paar jaar of zo, ik weet niet hoe ver je vooruit kijkt, hè, maar wat zijn dingen aan de horizon waarvan je denkt van, nee, daar gaan we onze pijlen op richten? Nou, we zeggen eigenlijk, ik ben best wel geschrokken naar wat er nu gebeurt eigenlijk met het hele COVID. Omdat je hebt, nogmaals wat ik net ook zei, post-corona of pre-corona was er nog nooit zoveel schuld in de wereld. Hè? En dat komt omdat iedereen heeft zijn bedrijven volgeleverd met schuld. Was ook natuurlijk heel goedkoop, het geld. Maar wat je nu ziet is dat, ja, dat we eigenlijk een soort van, ik noem het maar, in coma zijn. Dus normaal als ik in coma raak, dan gaan die artsen aan de knopjes draaien en helpen Artie er doorheen. Maar hoe Artie eruit komt, geen idee. Dus de overheden in de economie. Maar de vraag is hoe wij eruit komen. Hoe gaan... Iedereen heeft het over de U-vorm of de L of de V of de W, noem het. We weten het allemaal niet. En wat we altijd doen is dan terugpakken op wat we weten. Terwijl is dat dan het beste voor de toekomst? Dus we weten eigenlijk niet wetenschappelijk van wat we nou moeten doen. Ik denk dat een van de moeilijkste tijden is die er nu gaat gebeuren. En nog erger is dit is een heel breed probleem. Het is niet de bankencrisis waarin het een diepte is in een crisis. Maar het gaat over de hele breedte. De industrieën die helemaal geraakt worden. Ja. Ik schreef er vorige week nog LinkedIn een stuk over. Schreven wij als Globetas daar een stuk over. Is van, joh, we zien wel echt tier 1 tot 4. En dat betekent ook dat de overheid helpt ons er nu doorheen. Maar wat gebeurt er daarna? Ik weet je, dat weten we niet. Als die omzet
zeg maar terugloopt. En je moet meer schuld lenen om er doorheen te komen. Dus je financieringslasten gaan omhoog. Neem het thema waar je het over had. Dan gaat het bedrijf gewoon onderuit. Hè? En terwijl misschien... Kijk, een beetje het probleem is op dit moment is dat je veel bedrijven ziet die al niet heel erg goed fundamentals hadden. Hè, die er eigenlijk doorheen getrokken worden. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die gewoon hele goede fundamentals hebben. Maar op dit moment niet de kennis hebben om er doorheen te komen. Ja. Dus ik zie vooral op het stuk van ook banken. Dat zie je de ESB ook. Er stopt honderden miljarden in de economie. Banken hebben extra reserves. Maar willen ook van die eigenlijk leningen af waar ze op zitten. Ik denk dat daar over de as van de schuld, dat daar ook kansen liggen om daar bedrijven zeg maar, mee te helpen, banken uit te nemen en de ondernemer eigenlijk daarbij te helpen om door te bouwen. Dat is één. En het andere stuk is dat je versneld eigenlijk bedrijven krijgt die al niet goed waren, waarin je toch op industrieën kan inzetten waarin de digitalisering of innovatieslag eigenlijk nog niet gemaakt is. Waardoor je nu de kans hebt om over die as eigenlijk daarbij te kunnen helpen. En het gekke is, dat zie ik ook nog in retail. En wij hebben vorig jaar tot het laatste moment meegedaan met Intertoys. Dat zouden wij willen hebben. Maar uiteindelijk zag je dat moest daar ook doorheen. Om uiteindelijk te zeggen, hoe kun je een nieuwe situatie creëren? Want ik geloof dat we globaliseren. Hè? Maar ik geloof ook dat we lokaliseren. En misschien post-corona nog sterker dan dat het ooit was. Ja. En die marketing-euro, heel lokaal, die is natuurlijk ontzettend duur. Mm-hmm. Dus ik denk dat de retail krijgt nu heel veel klappen. Maar het kan zomaar weer zijn dat zo smal wordt. Maar dat uiteindelijk retail weer daarin opstaat. Mm. Dat was ook een reden waarom je Intertoys interessant vond. Want ik zit heel hard na te denken wat daar verder interessant aan zou kunnen zijn. Maar je was niet de enige die dat tegen mij zei. Maar... ook daar zie je zeg maar een markt van 600 miljoen. Dat is eigenlijk voor de helft gaat dat naar e-com toe. Bol is daar natuurlijk een grote speler in, maar ik geloof in de specialist. Hey Arthur, even tot slot. Hè. Ik kende jou een beetje als een media jongen en nu zit ik naar een soort consultative bedrijfseconoom, investeerder, private equity man. Wie ben jij eigenlijk? Nou, ik ben Arthur. Ja. Hallo. Echt, hè? Begin. Ja. Kijk, wat ik leuk vond is dat ik dit met Martijn kon gaan doen. En als ik nu zie in allemaal industrieën, dat gaat van zorg tot zeg maar media. En dat is het leuke en eigenlijk rol je daarin. En als je heel erg, je toch ook bescheiden blijft en heel goed kan kijken, dan rol je daar op een gegeven moment in. Moet je ook een gelukje hebben? En dan zegt iedereen, het geluk dwing je af. Nou ja, wij pakken lukt er iets? Ik bedoel, je kan naar energiemaatschappijen kijken, maar uiteindelijk gaat het over een marketingverhaal. Die achtergrond kan mooi gebruikt worden, zeg maar, in hetgene wat ik nu doe. Ik ben blij dat wij, zeg maar, geen fonds zijn, maar dat wij eigenlijk gewoon ondernemers zijn die opportunistisch naar deals kijken, maar ook de mogelijkheid hebben om elke deal op de juiste manier te structureren en financiering voor op te halen en deels zelf mee te doen. Dan hoeven we ook, als wij volgend jaar met een van de bedrijven de perfecte koper hebben, dan kunnen we daar ook zelf actie op ondernemen. En dan doen we het case by case. En er ontstaan ontzettend veel opportunities in de markt. Alleen, we weten het gewoon niet. We hebben denk ik dit nog nooit zo meegemaakt. Iedereen, ik hoor al heel veel positivisme, we rennen het en we gaan er doorheen. En dan denk ik, ja, maar wat als dit zometeen, als de overheid toch zich wat meer terug gaat trekken? Wat gaat er dan gebeuren? Want bij banken is het ook niet zo makkelijk om de financiering op te halen, ook niet voor bestaande bedrijven. Die moeten door alle hoepels springen. Dat vind ik toch wel spannend. Uitdagend, maar wel spannend. En ik denk dat dat juist het leuke is om in die wereld op dat moment te zitten, te kijken hoe je ondernemers daarbij kan helpen. Ik wens je daar veel succes mee, Arthur, en dank voor je update. Dankjewel, Ronnie.